deze zesde zondag van de lijdenstijd. We vieren de zondag waarop onze Heer Jezus Christus Jeruzalem binnenreed en uitbundig werd verwelkomd door de joelende menigte die hem toezwaaide met palmen. Deze zondag wordt dan ook de Palmzondag genoemd. Vanwege deze vreugdevolle intocht is onze liturgische kleur, alhoewel wij de lijdenstijd zitten, niet paars, maar rood. Ons intochtslied op deze Palmzondag is 85, we zingen Summa de la Passie, en van 14 Hoezang tot van Couplet 2. Laat ons zingen. Laat ons hierop zingen. Ik zal er zijn.
Zo zegt onze Heere God tegen ons: ik zal er zijn. Raakt u ons aan, voor God.
Dat vragen we door Jezus wil. Amen. De eerste schriftlezing is gehaald uit het Oude Testament en wel uit het boek van de profeet Jesaja. Ik mag u voorhouden, Jesaja, hoofdstuk 50 en daarvan de versen 4 en 7. God de Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik moedelozen kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God de Heer heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet gewonnen. Ik ben niet teruggedeinsd. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn volkdraars. Die mij de baard uittrokken, hoort ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen, toen ze mij beschimpten en bespuwden. God de Heer zal mij helpen. Daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots. Want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. Tot zover de lezing uit Jesaja 50. Lieve zusters en broeders, laat ons hierop samen zingen van Lied 413, vers 1. Welk een vriend is onze Jezus?
Jezus Christus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er iedereen gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 16. Gods enige persoon is Jezus, de Messias. Die zal in deze week de missie waarvoor hij naar de aarde toe kwam, vervullen. Namelijk, maken dat er iedereen hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. Dat is de missie. Daar gaat hij voor. De levensweg op, naar het kruis, op Golgotha. Maar zover is het nog niet. Het is Palmzondag. Een vreugdevolle dag. Jezus stuurt twee van de discipelen om in het dorp vlakbij het vaag op de Olijfberg een ezelin die daar vastgebonden staat met de vuurling los te maken en naartoe te brengen. Vraagt iemand, waarom doe je dat? Zeg dan, de Heer heeft ze nodig. Hij stuurt ze straks weer terug. Met deze handeling gaat de profetie in vervulling, zoals ze zeggen. Dat is de profetie uit de Bijbelboek Zacharia, hoofdstuk 9, vers 8 en 10. Evenals elke profetie die de Heere God via de profeten doorgeeft, gaat ook deze profetie vandaag in vervulling op die eerste Palmzondag. Wel honderden jaren van tevoren laat onze Heere God ons precies weten wat er gaat gebeuren, hoe het gaat gebeuren en waaraan we Jezus zullen kunnen herkennen. De Heer zal namelijk Jeruzalem binnenrijden, zittend op een ezelsvleugel, nederig en vredelievend als hij is. Ook veel eerder in Daniël 9, vers 25 geeft de Heer precies de dag door waarop die Palmzondag zal vallen. En dat kan alleen onze alwetende, almachtige, levende Heer God. De God die er was, de God die er is en de God die er zal zijn tot in alle eeuwigheid. In Jeruzalem heerst er een enorme drukte. Het zal spoedig Pesach zijn. Pesach is het hoogtij bevrijdingsfeest. Alle Joden van over de gehele wereld zullen het vieren. Ze zullen het vieren dat de Heer toen in Egypte zijn heeft gered van de dood door middel van het bloed van het lam dat ze langs de deur moesten strijden. Ze zullen het vieren dat de Heer God ze met een sterke hand uit Egypte heeft geleid. En velen komen het vieren in Jeruzalem, waar ze hun offerlam naar de tempel brengen. Het is er dus een drukte van belang. Wanneer de Heer Jezus zittend op een ezel Jeruzalem binnenrijdt, wordt hij er als een koning verwelkomd. De mensen staan aan deze zijde van de weg te buigen met palmtakken. En velen spreiden hun mantels uit op de weg die Jezus zal bereiken. Over een lopen van mantels en palmtakken rijdt Jezus Jeruzalem binnen. En de menigte roept luidkeels: Hosanna! Hosanna! Hoe hij blinden deed zien, doven deed horen.
als hij mogelijk deed. Integendeel, hij zei altijd: je bent genezen. Ga heen en vertel het niet verder, want mijn tijd is nog niet gekomen. Mijn tijd is nog niet gekomen. Maar wanneer die bewogen geestelijke intocht op Palmzondag voorbij is, gaat Jezus naar de tempel toe en hij houdt daar schoon schip. Zeer drastisch gaat hij met de zwepen doorheen. Jezus verdenkt dat al de verkopers en de kopers die daar zaken doen op het tempelplein. De mensen die alle die daar komen om te bidden, om zich oprecht te richten in alle rust van de Heer God, alle mensen die ze dat verhinderen, worden weggejaagd. De tempel is immers een bedehuis waar men gaat tot een liefdevolle God die oor heeft naar iedereen. Dit is een plaats waar mensen worden afgeperst en uitgebuit door verkopers die er een slag willen slaan. Jezus verdraagt geen onrecht. En diezelfde dag nog geneest Jezus een blinde en lamme. Niet alleen lichamelijk, maar vooral geestelijk. Hij brengt ze tot geloof. Hij brengt ze tot God. Hij vergeeft hun de zonden tot grote ergernis. Tot grote verontwaardiging van de fariseërs en de schriftgeleerden. Die vinden dat alleen God de zonde kan vergeven. Wie denkt deze Jezus dat hij is? Er zijn ook kinderen in de tempel. En de kinderen die Jezus zien, die beginnen net als hun ouders te roepen: Hosanna voor de zoon van David. De fariseërs worden boos. Hoor wat ze zeggen. Nu zijn ook deze kinderen verpest. En Jezus kijkt ze aan en zegt: uit de mond van kinderen en zuigelingen zal het lof niet opstijgen. En dan gaat hij weg en laat de fariseers staan met de woorden in hun mond. Deze fariseers. Zie dat steeds meer en meer mensen zich aangetrokken voelen tot de leer van Jezus. En ze kunnen wel verwoorden. Het wordt bij hun ijzer stil. Ze smeden hun complot. Ondertussen laat Jezus weer expliciet weten dat hij geen koning is die verandering zal brengen in de politieke situatie van Israël. Hij is geen koning van het hier en nu. Jezus is de koning die redding en verlossing brengt. De koning die de harten van mensen bevrijdt, die de harten van mensen verandert, die mensen klaarmaakt voor zijn koninkrijk. En dit gegeven maakt dat ook leerlingen van Jezus, die tijdens die intocht in Jeruzalem luid meeriepen: Hosanna, oftewel: Heer, bevrijd ons, red ons, en anders over gaan denken. Want dit is niet wat zij willen. Ze willen nu verandering zien, verandering in hun leefomstandigheden. Ze hebben nu een machtige koning nodig, één die lijfelijk de strijd aankan tegen de machtige Romeinen. Ze moeten nu verlost worden, bevrijd worden van het juk van Rome, waar ze onder gebukt gaan. En deze Jezus zou het aankunnen, want ze hebben zijn macht gezien. Ze hebben duidelijk gezien dat hij het aan kan. Nee, zo te zien hebben ze hun tijd verdaan om leerling te zijn, om volgeling te zijn van Jezus. Want dit willen ze niet. Ze hebben niets aan Jezus die altijd vertelt dat hij zou moeten lijden en zou moeten sterven. Ze hebben niets aan een gekruisigde Jezus die verlossing brengt en redt voor zijn koninkrijk, voor het eeuwige leven. Nee, wat Jezus biedt, dat hoeven ze niet. Ook Judas Iscariot is een van de 12 discipelen die Jezus 3,5 jaar lang
het standpunt van onze Heer Jezus Christus. Dagen voren had hij zich al zo wat ziek geërgerd toen Maria zulke kostbare olie over Jezus had uitgegoten. Wat hadden ze niet kunnen doen met die olie? Hoeveel geld hadden ze niet kunnen krijgen wanneer die was verkocht? Pure verspilling. Hoeveel armen waren er niet beter van geworden? En Jezus nam het op de koop toe op voor deze vrouw. Zij bereidt mijn lichaam voor op het graf. Alweer wat lijden en sterven, had Judas bij zichzelf gedacht. Judas was namelijk ambitieus. Hij wilde meer, hij wilde groter, hij wilde anders, hij wilde machtig, hij wilde veel. En in het hart van Judas ontstaat een ijzeren stilte. Hij kan geen warmte, hij kan geen liefde, hij kan niets meer opbrengen voor deze Jezus. Hij doet afstand. En Judas opent zijn hart wagenwijd voor Satan, die hem volledig overneemt. Judas gaat naar de Farizeeën en de schriftgeleerden en hij vraagt: wat geven jullie mij als ik deze Jezus aan jullie uitlever? En ze bieden hem nauwelijks 30 zilverdingen aan. Maar het complot is gesloten. In de ijzige stilte is het gesmeed. Judas zal later op de avond zijn meester van de Heer verraden met een kus. Lieve zusters en broeders, het hoogzalige jubel op Palmzondag verandert in een meedogenloos kruisgebed. Ondertussen sluit Jezus aan het laatste avondmaal het nieuwe verbond in zijn bloed. Het zal niet meer zijn het bloed van het lam aan de deurposten gesmeerd, dat redt van de dood, zoals bij Pesach. Maar Jezus is nu het offerlam dat de zonden op zich zal nemen, aan het kruis, op Golgotha. Het bloed van Jezus dat zal stromen langs het kruishout op Golgotha zal redden van de dood. Lieve zusters en broers, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon vergeven heeft, opdat het iedereen gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. Laat ons in deze stille week, de week die nu komt, dit laatste avondmaal, ons heilige avondmaal tegemoet zien. Op donderdag, vierde donderdag, om 17:30. Op vrijdag, de goede vrijdag, mogen we om 14:30 het sterfuur van onze Heer Jezus gedenken. En op de stille zaterdag mogen we met z'n allen waken. Waken bij het graf van Jezus. Om de paasmorgen om 9:00 de opstanding van onze Heer te vieren. Amen. Lieve zusters en broeders, laten we ons samen zingen. Lied 251, 1 vers van Wij geven het niet over.
danken u voor uw woord. Uw woord dat ons hoop geeft. Hoop geeft op leven. Het eeuwig leven in uw koning krijgen. Uw woord dat ons leert om onze harten voor u te openen. Zodat u in staat bent om ons te veranderen, te maken tot kinderen van u. Kinderen die gaan en staan, die handelen en wandelen, zoals u dat verlangt van uw kinderen. Lieve Vader, in een tijd van nood en crisis, in een tijd waarop alles om ons heen steeds weer verandert, hebben wij u eens zo hard nodig. We weten dat u al almachtig bent. We weten dat u controle hebt op de hele wereld, over de gehele wereld, over uw gehele schepping. We weten dat u winden kan laten liggen, dat u stormen kan stillen, zeeën stil kan houden. We weten dat u zieken kan genezen en ziekten uit ons midden kan verdrijven, lieve God. Maar wij weten ook dat u het bent die vaak verzoekingen toestaat, toelaat in ons leven, zodat wij beseffen dat u Heer bent, zodat wij onze knie voor u buigen, lieve God, voor u onze Heer. Leer ons, God, om ons naar u toe te keren. Leer ons dat wij ons moeten bekeren, het kwaad moeten laten en moeten leven volgens uw wil. Lieve God, dat we uw roepstem mogen horen, mogen verstaan en tot u mogen komen als kinderen, kinderen die u nodig hebben, kinderen die beseffen hoe afhankelijk we van u zijn. We dragen hem op, allen die verdrietig zijn. We dragen hem op, allen die rouw dragen, vanwege lege plekken die komen te vallen om ons heen, lieve God. We weten dat uw tranen droogt en we weten dat u de trooster bent. Dat u liefde geeft aan de eenzamen die daar liggen en geen familie mogen ontvangen vanwege het virus, lieve God. We weten dat u harten kan vullen en kan vervullen, dat de eenzaamheid verdwijnt en dat u invulling geeft aan uw leven dat afhankelijk is van u. Lieve God, zo dragen wij aan u op. De familie van onze buurlands vragen, die recent heen ging, zijn zoon Hans Junior, zijn dochter Esther. Lieve God, we dragen u op, de familie van uw zoon Blik, schuimmaker, zuster Anne en moeder Erwin. Lieve God, en u kent alle andere rouwdragers, kent u bij naam, God. We dragen ze aan u op. We dragen ons land aan u op, onze bevolking. De bevolking van de hele wereld dragen wij aan u op. En wij vragen, Heer, of u in onze harten wonen wil. Ons de weg wijzen wil. De weg naar verbetering. De weg naar genezing. We dragen u op, lieve God. Allen die wat te vieren hebben. En wij vragen of uw licht voor ze uit mag schijnen, ook in het nieuwe levensjaar wat voor ze ligt. Zo dragen wij aan u op, onze daken. We dragen aan u op, zuster Lucia, zuster Harmie. En u kent alle anderen bij naam, lieve God. In stilte opent Hij onze handen voor en wij nodigen u uit om bij ons naar binnen te treden.
Lieve God, hoor en verhoor ons. Zo zeggen wij, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op aarde. Geef ons in ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet ons leven, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied zingen we samen na dat we de zegen ontvangen. En we weten het, ik mag de zegen uitspreken, maar het is God zelf die zijn zegen over u moet neergaan. Zijn zegen die ons in staat stelt om Palmzondag te vieren en daarna de stille weer in te gaan. In volle overtuiging dat u ons te redden en verlossen bent. Lieve zusters en broers, de Heer zegene en hem behoeden. De Heer doet zijn aanschijn over uw lichten en hij is uw naam. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons allen en hij geeft zijn vrede, zijn liefde, zijn bescherming, vandaag en alle dagen. Die oparmen niet.